Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zijn wij wedergekeerd in het prachtige Contentveen en staan wij op een best wel respectvol plekje in de server. Namelijk bij de grote kerk die wij ooit een keer gemaakt hebben en de lege oppervlakte die hieronder staat. Zoals je in deze flashback kan zien. Heeft Fred het helaas niet overleefd? Helaas jongens, allemaal even respect in de reacties voor Fred. Hou je nou echt van Fred? Laat dan even een likeje achter. Als wij 7000 likes halen op deze video, 7000 is heel veel. Ga ik kijken of ik Fred terug kan halen jongens. Dan ga ik zorgen dat ik een iets uitvogel waardoor ik Fred terug kan brengen in Contentveen. Want het zou wel heel verdrietig zijn als hij niet terugkomt. Maar goed, tot die tijd. Jongens, is de begraafplaats helemaal leeg. Je hebt daar nog ook een grot zelfs, daar kunnen we misschien nog wat mee. Maar de begraafplaats hier, die is zo verdrietig leeg en dat vind ik niet leuk. Dat hoort gewoon niet. Fred heeft wel wat beters nodig. Maar niet alleen Fred, ook kwast en vogeltjes en koeien en weet ik van welke dieren ik inmiddels allemaal gehad heb in Contentveen die niet overleefd hebben. Die moeten allemaal gewoon een plekje hebben waar ze kunnen rusten. Die hebben gewoon geen rustplek. Want volgens mij, jongens, als mijn calculaties kloppen, zit hieronder, hier ergens, dit volgens mij is een graf. Ja, kijk hier, wie is dit? Zadel, van wie is dit zadel? En hier zit er ook nog zadel kwast, hier ligt kwast bijvoorbeeld. Jongens, ik ben heel disrespectvol omgegaan met de dode dieren. Dat kan echt niet meer. Ik bedoel, ik heb die kerk voor ze gemaakt, helemaal. Karel en Mossel liggen zelfs hier. Free Karel en Mossel nog steeds, jongens. Free. Het is gewoon tijd om die een keertje een lekker rustplekje te geven. En hoe kan ik dat nou beter doen dan met een timelapse waar zo'n vredig, peaceful muziekje onder staat, dat je helemaal emotioneel wordt van alle prachtige diertjes en wezentjes die geleefd hebben. Voordat je de timelapse gaat zien, abonneer eventjes. We gaan voor die 200.000 abonnees voor het einde van het jaar. Reageer dat je bent geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een prachtig hartje. Jongens, daar zijn we weer na deze prachtige timelapse. Zij duurde niet al te lang. Maar het werk die ik hierin had, jongens. Oh, wat duurde het lang. Vooral die stomme stinkbomen. Die laatste twee die ik gemaakt heb. Wat was dat een ontzettend veel groot... groter dan verwacht werkje. Sowieso heb ik er langer over na dan gewacht. Dan verwacht. Wou, praten is moeilijk af en toe. En zoals je kan zien is het nog niet klaar. Je denkt van, maar Max, het is nog vet kaal. Weet je. Maar ik wil natuurlijk nu de graven gaan maken. Het is nu tijd om alle graven, ja, letterlijk wat ik zeg, alle graven te maken. En ik heb de landschap gemaakt. Ik heb de bomen geplaatst en zo. En ik dacht, ik kan ook wel de graven dus in de timelapse doen. Maar dan zie je niet wie wat graf is en zo. Dus dat wil ik eigenlijk een beetje samen doen. Maar daarvoor wil ik eerst wat blokken bij elkaar rapen. Even kijk hoor, ik wil wat stone bricks hebben, wat cobblestone, wat polished andesite. Dan hier wil ik dit eigenlijk bijna allemaal wel meenemen, want dit kan allemaal wel verpas komen. Chains ook. En het ding jongens, ik wil eigenlijk ook wat dinges hebben. Cobwebs, maar ik denk niet dat ik cobwebs heb. En ik weet ook niet hoe ik daar zo 1, 2, 3 aan ga komen. Volgens mij kan je ze niet craften. Dus ja, ik kan het aan Floor vragen. Heb jij cobwebs? Over Floor gesproken, jongens. Die is met wat leuks bezig. Ik had natuurlijk dingen gereserveerd daar voor rijtjeshuizen. En kijk nou, ze is begonnen met rijtjeshuizen. Kijk hoe leuk dit eruit gaat zien. Imagine dit helemaal door zo tot het einde daar. En daar dan de bank die ik ga maken. René is daar ook nog steeds bezig met haar huis. Maar die heeft geen tijd meer gehad om er verder aan te gaan. Vandaar dat hij één op één hetzelfde eruit ziet. Maar in ieder geval, kijk hoe leuk. Oh, dit is zo... Dit vind ik zo fucking amazing, dit. Echt, imagine dat dit helemaal doorloopt. Maar ze zegt volgens mij niet. Shit. Nou, dat doen we maar even zonder cobwebs. Dan komen die later, maar tenminste hoop ik erbij. Dan gaan we terug naar de begraafplaats hier. Waar nog zoveel mist, waar nog zoveel niet gedaan is. Laten we beginnen met wat simpele graven. Zoals, laten we zeggen, pong pong. Klaar.
Nee, we gaan gewoon een beetje kijken of we kunnen, ja, wat moois kunnen creëren. Volgens mij heeft Maurits veel. Oeh. Om mee stelen. Kan ik cracked stone brick maken met normaal stone brick? Want dan, dat is heel mooi voor een... Nee, dat kan niet. Hoe kom je aan stacked of cracked stone bricks? Die zeg maar waar die gaatjes in zitten. Hoe kom je er ook weer aan? Moet je dat met een chisel doen? En die chisels hierin? Nee. Hoe kom ik eraan, jongens? Ik snap het niet meer. Ik snap het niet. Help mij met dit mysterie oplossen in mijn leven. Hier, dit is de eerste graf. Hij is lekker groot. En dan, ja, voor wat details weet ik veel. Zo doen we dit er nog tegenaan. Het moet een beetje random zijn. Oh, ik mis dirt. Of course dirt natuurlijk. En met kleine graven ernaast, zoals dit hier. Hoppakee. Hier nog één, maar dan met dit erbij zo. En dan die erop, weet ik veel. Meerdere soorten graven gaan we maken. En dan zometeen ga ik zo indelen wie waar ligt. Laten we eerst maar eens even kijken of we gewoon de graven kunnen maken. Voordat ik ga zeggen, hé, hier ligt vredig ons vriend Kwast of zo, weet je. Dat is ook niet handig als dat zo netjes of... Ik weet niet wat ik allemaal aan het zeggen ben. Echt, af en toe is praten veel te moeilijk voor mij. Zolang ik maar kan bouwen, jongens, hè, dan is het allemaal prima. Dan zit het allemaal wel goed. Hier doen we nog een keer dit er een beetje tegenaan. Een soort tombe toemp weer. Maar dan moet er ook wederom een kleintje hier zitten, zo. Hier kan wel weer een grote komen. Misschien een extra grote. Is dat leuk om dat hier te doen? Of nee, wacht, kijk. Misschien is dit leuk. Dat het hier zo naar het water toe gaat. Zo. En dat dan hier zit er eentje. Zo. En gewoon een kleintje. Maar die grote die ziet er zo uit. Zo. Of dan misschien zelfs een dinges ertussen. Met dan hier nog dit zo. Ja, kijk. Dat ziet er leuk uit. Ik kan zeggen, eigenlijk best wel leuk om grafstenen te maken. Misschien is dat een beetje vreemd om te zeggen. Dat het leuk is om grafstenen te maken. En ik heb rechts van mij heb ik een plaatje staan met gewoon letterlijk grafstenen in het echt, jongens. Hoe gewoon echt mooie grafstenen. Een beetje medieval-achtige stenen. En die probeer ik af en toe een beetje na te bouwen. Het lukt niet helemaal, maar ik doe mijn best. Dat moeten jullie kunnen waarderen, jongens. Anders hebben jullie pech. Hier misschien een boom, zou je zeggen, hier? Of nou, meer graven. Nog meer graven. Dus misschien een klein... dun pad zo. Dat toch dik wordt ineens. Zo. Nee, het moet gewoon zoveel mogelijk graven zijn. Dat ziet er gewoon... Dan zie je echt duidelijk... Hey, dit is een begraafplaats. Hier misschien... Zo, zo, zo. Dit dan... Oh, nou wat doe ik? Zo, zo. En dan daar... Nou! En dan daarop weer deze. Nou, dat ziet er leuk uit. Kan het misschien nog een beetje met diepte zo geven. Maar dan moet die wel aangepast worden naar diepte. Zo, ja. Hier kan dan ook een pad naartoe. Een soort sidepad. Wat ook weer een beetje van de standaardbaan afwijkt. Kijk, hier is best wel mooi graf dit. Maar dat betekent dat dit wel uiteindelijk dirt moet worden hiervoor natuurlijk. Oké, dan staan de graven hier beneden. Dat twijfel ik om hier misschien ook graven te doen. Het is misschien een beetje... Nou, dat kan trouwens wel lijp zijn als je hier bijvoorbeeld hier... ook weer gewoon een klein graf doet zoals dit, weet je? Klein grafsteentje. En hier misschien een iets grotere die zo staat. Zo. En dan dus zo weet ik veel. Ja, oké. Okay. En dan hierboven, jongens. Dit wil ik helemaal vrij laten, dit gedeelte. Voor één grafdingetje namelijk bijvoorbeeld hier wil ik Fred hebben, de robot. En dan daarboven bij die mooie boom, daar wil ik Kwast hebben, mijn trouwe paardje natuurlijk. Die moeten wel echt een mooie grafsteen hebben. Zullen we hier... Die doen we hier. Zullen we hier Kwast doen en daar Fred? Ja, dat is prima. Oké, dus hier komt Kwast. Dan gaan we een soort poortje maken voor Kwast. Het verdient Kwast wel. Die is half krom, zoals dit. En dan moet het meer een altaar worden. Het is een graf natuurlijk, maar het moet eigenlijk ook een soort van altaar zijn. Zoals dit. Kijk, daar zien jullie al een beetje de vorm waar ik voor ga natuurlijk. Wat een beetje de intentie ervan is. Ah, ik viel bijna. Zo, kijk, zoals dit. Hier ligt Kwast dan vet mooi. En dan kunnen we zelfs hier aan deze... misschien alleen aan die dan een lampje toevoegen. Even kijken hoor, ik wil wel dat die hangt. Nu staat hij. Dus hij moet echt hangen. Die is te laag trouwens. Doen we wel gewoon hier wel aan. Zo, dan hangt dat mooi. Dan hebben we deze prachtige bloemen die er natuurlijk bij moeten. Oh, die gaan eromheen. Maar daar heb ik even meer nodig. Ah, waar is mijn... Ah, ik had toch raketten? Zijn die alweer op? Ik ga veel snel door mijn raketjes heen, jongens. Mijn raketten zijn bijna op, namelijk. Moet ik naar Nathan toe? Moet ik nieuwe kopen? Zo, dan hebben we ook gelijk coarse dirt meegenomen. Zodat we op elk plekje dat dirt toe kunnen voegen. Zodat het er echt goed uitziet. Oeh, maar nu ik dit zo zie, is het echt onbelicht hier. En dat is niet goed. Het moet wel een beetje belicht zijn, hè, jongens. Oftewel, dat ga ik met paaltjes doen die ik natuurlijk weer niet bij me heb, hè. Zal weer eens niet. Kan ook gewoon zo. Dat is een beetje meer kerkhof-achtig. Die hele dunne paaltjes waar het op staat, weet je? Die chains. Kunnen we wel mooi op deze manier gebruiken. Is iets duisterder dan normale paaltjes. Zo. Hier kunnen we het misschien ook een beetje laten belichten. Heel klein beetje maar. En dan doe ik hier daar is het nog heel donker. Hoppakee. Begint er echt al goed uit te zien dit, jongens. Dan nu, zoals ik al eerder zei, kunnen we een beetje dit toevoegen. Gewoon de... Ja, waar daadwerkelijk de mensen of de dieren onder liggen. Dat zou misschien wel handig zijn om dat te maken. Het enige is dat ik het pad ook coarse dirt wilde hebben. En dat kan nu bijna niet meer. Omdat coarse dirt zit allemaal in de graven verwerkt hier netjes.
Dat het wel heel moeilijk maakt, al zeg ik het zelf. Maar goed, we gaan heel even terug naar onze grote vriend Kwast, die hier ligt natuurlijk. Is een prachtige graf, zo. Geef Kwast even de verdiende bloemen die hij krijgt. Zo, ziet er goed uit, Kwast. En dan een bordje natuurlijk, hè. Er moet alleen een bordje mooi bij nu. Misschien dat dit hier trouwens nog zo kan. Zo, met eraan weer een chain. Zo, om het een beetje mooi... Ja, kijk, dat hoort erbij. Jongens, hier ligt Kwast, onze grote vriend. Laten we even wat bosjes toevoegen voor sier hier. Zo. Dan natuurlijk, om het mooier te maken, overal boomwiel plaatsen. Zodat de graven, die springen er dan uit, weet je. Want die hebben natuurlijk niks erop zitten, zoals dit. Dus dan zit er een soort van respect op die graven. Ja, eigenlijk met respect zouden dat betekenen dat er bloemetjes op zouden moeten zitten. Maar dat doen we niet aan. Niet elk graf krijgt bloemetjes, jongens. Alleen waar respectvolle dieren in liggen. Volgens mij leven al mijn villagers leven wel nog. Dan wat bosjes hier en daar natuurlijk. Om een beetje de vibe terug te laten brengen van het is een beetje wild hier allemaal. Oké, dan doen we, maar omdat we niet iets bijzonders in het pad kunnen doen, doen we er maar leaves in. Oh, maar daar komt wel dit eronder. Dat is misschien, moet het dat zo, juist. Doen we maar even wat leaves in het pad hier en daar verwerken. En ik denk dat ik dan maar gravel moet gaan gebruiken ofzo, want ik vind wel iets van detail nog verder in het pad. Anders vind ik het een heel kaal pad. Gaan we er maar gravel in verwerken dan? Ik denk het, hè. Maar niet te veel. Een beetje een subtiel aantal gravel. En dat geeft toch wel een iets duisterere vibe dan dat alleen coarse dirt zou doen. Dus... Ah, wie weet maken we wel een goede keuze. Oké, dat ziet er dan ook weer goed uit, jongens. Ja, wat kan ik nu nog meer gaan doen naast gewoon... Oh ja, Fred zijn graf maken, natuurlijk. Ik wil zeggen, wat kan ik nu nog meer doen naast gewoon de graven plekjes geven? Mensen begraven. Om het een beetje duister te maken. Maar wat kan ik nog meer doen dan dat op het moment? Ah, het ziet er wel echt goed uit, jongens, de begraafplaats zo. Precies zoals ik wel in gedachten had. Oké, laten we Fred een beetje hetzelfde soort graf geven. Ook gewoon zoiets. En dan, zo... Mijn blokken zijn hem op. Dat is heel onhandig weer. Zo. En dan doen we slap, 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 slap. Hoppakee. Dat ziet dit er ook goed uit. Dan hier hetzelfde principe. Zo. En dan deze doen we ietsje hoger. Namelijk zo. En dan hier. Hoppakee. Dan heb ik nog mijn chains die we er mooi aan gaan hangen weer. Daar kan een lampje aan, zie ik nu al. Hoppakee. Dan gaan we onze prachtige rozen plaatsen natuurlijk hier voor Fred. Alleen Fred houdt van groen, jongens. Dus misschien dat ik... Ik heb al een idee. Even moet ik even wat halen, hoor. We doen dan gewoon, omdat het Fred was, doen we de moss carpets op. Omdat Fred van groen houdt, jongens. Fred houdt van groen. Dus dan krijgt hij ook groen. Een bordje plaatsen we hier dan. Hier ligt Fred. Hij hield van groen. Hoppakee. Is hield met de D? Ik heb geen idee. Hier ligt Fred. Hij hield van groen. Volgens mij is hield met de T. Ik weet het niet. Of niet juist. Ik heb echt een brain fart. Oké, even wat bosjes hier weer leuk toevoegen. Dan krijgt dit plekje krijgt ook in plaats van gravel in het pad, krijgt het mos. Omdat het Fred's plekje was. En Fred, nogmaals, die hield van groen. Zo, dan is het iets groener hier. En om het helemaal groen te maken, gaan we alles nog lekker bebossen zoals dit. There you go, Fred. Ik denk aan je. We missen je allemaal, jongens. Of we missen je allemaal, Fred, bedoel ik. Iedereen, laat even weten in de reacties hoeveel je Fred mist. Laat het even weten of je hem enorm mist of dat je zegt, nou weet je, ik mis hem niet zo. Dan is het nu tijd om de graven een plekje of de mensen te begraven. Laten we hier Karel de Vogel. Zo, Karel de Vogel. Datums moet ik nog even opzoeken eigenlijk. Hier ligt, wie doen we hier? Ik weet het al, Vlek. Oh, wacht, dan gaan we het wel op de grond doen, zo. Hier ligt Vlek moe. Wat de koe was. Is hij moe. Dit hier is... Oh, ik ben het helemaal vergeten, jongens. Welke dieren had ik allemaal weer die overleden zijn? En welke andere wezens heb ik in mijn stad gehad? Oh, hier ligt dode kwast. Hier ligt dode kwast, jongens. Dit is ook een mooie om iemand neer te leggen. Volgens mij hadden we ook vlek 2. Hier ligt vlek 2. Ook moe. Wat is namelijk vlek 2, maar die was ook dood gegaan. Oh, we hebben Bob. We hebben Bob en Bob 2 hier. Hier ligt Bob. Maar hier ligt Bob 2. We hadden Bob 1 en Bob 2. Jongens, laat even weten of ik dingen oversla. Jullie moeten het even laten weten aan, want ik weet het niet meer precies gewoon wat ik allemaal had. Ik weet dat hierboven leggen we natuurlijk, of hebben we kwasten. Oh, hier moet ook nog boomiel geplaatst worden. Zie ik nu. Oeh, dat moet wel gebeuren, jongens, de boomiel overal. Zo, hier ligt dinges. Doen we zo. Hier, rust. Kwast is aan het rusten, jongens. Kwast. We houden van kwast. Hier rust kwast. Ik leg bij alles licht neer, maar misschien dat ik beter rust kan plaatsen. Maar wat mis ik nou? We hebben Bob. Bob 1, Bob 2 hebben we. We hebben hier vlek 2 en we hebben daar vlek 1. We hebben ook nog eens Karel de Vogel. Mossel de Vogel natuurlijk.
Die ligt hier. Hier ligt Mossel de vogel. Hier ligt Karel de vogel. Zo, Karel en Mossel de vogel. Zijn allebei hebben ze het niet gered. Ik ben even aan het denken, welke waren er nog meer? Ik weet het niet meer. Als ik iets vergeten ben, dan hoor ik het wel van jullie in de reacties. Voor nu vind ik het eigenlijk helemaal prima zo. Laten we even kijken hoe het eruit ziet allemaal. Het ziet er... Oh, dit ziet er eindelijk een keertje goed uit, jongens. Het ziet er een keertje af uit. Dit gebied zag er altijd zo saai uit. En ik stelde het maar uit elke keer maar weer. Maar kijk nou hoe het er nu uitziet. Het is zo'n fantasierijk ruimtetje. Maar ja, het is eigenlijk heel verdrietig. God, het is een begraafplaats. Dus we kunnen niet al te vrolijk zijn. Niet al te veel lachen hier. We moeten een beetje respect tonen. Oh, ik ben echt stom. Ik moet ze wel begraven. Ik kan wel leuk bordjes plaatsen met hier rust en hier licht. Maar als ik ze dan vervolgens niet begraaf, dan weet ik ook niet. Hé, wat staat hier boven? De heilige kerk van Rick Force. Huh? 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 Hallo, hoezo de heilige kerk van Rick Force? Hoe lang staat dit hier al? Hoe heb ik dit niet gezien? Jongens, ik heb letterlijk hier mijn werkstationnetje geplaatst. Van alles wat hier beneden gebouwd is, ligt hier ligt alles. Mijn hele station. Waar ik telkens allemaal dingen in plaats. Als ik bijvoorbeeld, ja, mijn kisten... Je snapt het gewoon. Maar hoe lang staat dit er al? Met een boekie ook echt. Wat is dit? Beste makkers van plakjes. Na een lange tijd heb ik weer even rondgekeken in Content Veen. Hier heb ik gezien dat al mijn bordjes wel gevonden zijn. Aangezien jij en al jouw kijkers dit natuurlijk verschrikkelijk erg missen, heb ik nieuwe bordjes geplaatst. Oh nee. Niet abonneren op Rick Force bordjes. Bij een van de bordjes zou een kist zitten met een klein cadeautje erin. Maar die kom je dan vanzelf wel een keer tegen. Groetjes Rick Force, owner van Forden. Abonneer op Rick Force. Ik vind het vreselijk, Rick. Waarom nou weer? Hoezo is dit in één keer de kerk van Rick Force geworden? Dit is mijn kerk, letterlijk. Hou op, Rick, hou op. Voor de mensen die snappen, in seizoen 1 vooral van Content Veen, heeft Rick heel veel bordjes overal geplaatst met abonneer op Rick Force daarin. Of daarop. En blijkbaar heeft hij dat nu dus weer gedaan, maar op plekken waar ik, ja, waar ik het niet van weet. Dus die gaan we denk ik over de loop van de tijd gaan we die tegenkomen. Helaas. En dan moet ik er maar gewoon mee dealen, denk ik, dat ik die tegenkom. Ik denk dat ik het gewoon moet accepteren dat dat gaat gebeuren. Ik kan er niks tegen doen. Nou, prima. Oké, dan accepteer ik mijn lot, Rick. Ik ben benieuwd wanneer ik ze tegenkom. Stinkrik is het ook, hè? Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, ik ging de dieren opgraven. Laten we dat even doen. Die liggen namelijk nog hier onder de trap, liggen alle dieren. Laten we eerst Karel en Mossel opgraven. Die liggen hier. Dit is van Karel volgens mij. En dit is van Mossel, een van de twee. Ik weet het niet meer precies. En dan kunnen we deze weghalen, zo. Dan hieronder, wat ik aan het begin van de aflevering liet zien. Ik denk dat dit dode kwast is. Dit is natuurlijk gewoon de normale kwast. Oké. Daar ligt Vlek. Hier ligt Vlek, jongens. Vlees van Vlek. En dan that's it, I guess. Of niet? Nee, that's it. Heb ik maar zo weinig dieren begraven hier. Echt? Ik dacht dat ik wel meer vlees had en meer rotzooi waarmee ik de dieren begraven had. Maar dat valt dus hartstikke mee. Oh, hier ligt er nog één. Oh, die is leeg. Hier ligt niks. Oké. Dus sommige dieren die liggen er nep, jongens. Die liggen een soort van het idee dat zij er begraven ligt. Dat is leuk, maar ze liggen er niet echt begraven. Oh ja, trouwens. Dit pad hier, dat is helemaal nog niet af. Dat ga ik hier doorheen laten lopen. En dan komt het vervolgens hier uit. Maar dat moet ik nog een keertje bouwen. Dat heb ik nu nog niet gedaan. Oké, laten we eerst kwast even op zijn plek leggen. En ik heb niks van Fred, of wel? Heeft Fred mij ooit iets gegeven? Is de vraag. Kijk, hier gaan wij de kist plaatsen, zo. Wacht, daar komt iets dieper de kist. Zo, met daarin kwast, de zadel van kwast en de lead van kwast. Kwast, dankjewel. Wederom voor je leven. Hij is nu eindelijk op zijn rustplekje. Wauw. Wat satisfying om hem een keer gewoon hier te laten rusten in plaats van vet random ergens. Wat had ik nog meer? Ik had Vlek. Waar hebben we Vlek gelegd? Vlek, waar ben je? Volgens mij hier, hè? Ja, hier ligt Vlek. Kijk. Hier ligt Vlek, jongens. Laten we dan ook Vlek zijn plekje even maken. Laten we hem dan echt in de grond maken. En dat is natuurlijk op deze manier. En dan hier de kist, zo. Met daarin het vlees van Vlek en een leertje van Vlek. Dankjewel, Vlek. Dankjewel. We zullen je missen. Hier hebben we nog meer. We hebben volgens mij, was dit van Karel? En was dit van Mossel? Eén van de twee. Of de veer was volgens mij van Mossel trouwens. Hier, daar doen we, hoppakee, doen we de veer van Mossel in. Dankjewel, Mossel. En dan hier Karel de vogel. Ik kom een kist kort. Dat meen je. Oh my days. Oké, hoppakee, een kist. En daar ligt Mossel zijn zadeltje. Of zijn zadel, wat zeg ik nou? Zijn veertje. Of zijn zaadjes. Jezus. En van wie was dit zadel ook alweer? Van wie was het? Oh, dat was dode kwast volgens mij. Dode kwast zijn zadel hebben we ook nog. En dode kwast ligt hier. Daar komt dan ook dit, hoppakee. En daarin het kwast, of het zadel van dode kwast. Van Bob en Bob 2 hebben we niks. Helaas hebben we van Vlek 2 volgens mij ook niks. Niet dat ik weet in ieder geval. Of heb ik dat in mijn ennetjes? Volgens mij heb ik ook nog dingen in mijn ennetjes zitten. Hier, Vlek 2.0 hebben we wel wat van. Oké, dat is mooi. We hebben wel wat van. Hier ook Vlek 2.0. En voor de rest is er heel veel onzin ligt er eigenlijk in. Oeh, wat ben ik blij dat ik nog even mijn in de chest in keek. Kijk, dan kunnen we namelijk hier, kunnen we ook nog het graf bouwen. Zo, oh, zoals dit.
stoppen we deze erin. En dan daarin vlek 2.0, zijn vlees en zijn leer. Hoppakee, hier ligt vlek 2.0. Wow, dan hebben we bij iedereen hebben we bijna wel wat erin gedaan. Elk graf. Dan hebben we blijkbaar voor alles behalve de twee bobjes hebben we dingen. En voor Fred. Voor Fred hebben we ook niks. Fred heeft mij volgens mij nog nooit wat gegeven. Anders had ik wel wat bij Fred erin kunnen doen. Hij hield van groen. Maar je weet wat ik zei, jongens. 7000 likes en ik ga proberen te herstellen van de dood. Damn, Floor, dat ziet er zo goed uit. Dat ziet er serieus zo ontzettend clean uit. Ik ben zo benieuwd naar de rest van de rijtjeshuis. Ik denk dat Floor dat vooral heel leuk vindt om te maken. Dus go ahead, Floor. Ik bedoel, mij maakt het niet uit. Doe je ding. Ga lekker je gang met huizen bouwen. Het leuke is, deze kunnen ook goed benut worden, de huizen. Ik bedoel, van binnen zijn ze... Oh, wow. Floor heeft ze zelfs al gewoon een soort van... Ja, het is ready voor interieur als het ware. Het is gestucadoord en geschilderd van binnen. Zo noem ik het altijd. Gewoon ready voor meubels. Ik weet niet of ze dat bij deze ook al gedaan heeft. Ziet er wel echt al heel leuk uit. Dit is ook gewoon al helemaal ready. Holy crap. Dit is letterlijk ready om gewoon dat iemand erin kan wonen als hij wilt. Damn. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er echt goed uit. Alright, maar laten we eventjes doorgaan naar Maurits. Want hij had wel kophebs. En die wil ik eigenlijk even stelen van hem. Maurits, ik ga even je basis in. Je Star Wars basis. En ik ga die dingen van je stelen. Het zijn toch kophebs. Wat heb jij eraan? Zou je zeggen. En waar ze zijn, dat is wel nog een goede vraag. Waar zou iemand kophebs bewaren? Spinnenwebbetjes. Er is tegen me gelogen, jongens. Ik heb in elke kist gekeken en er zijn geen kophebs. Ik kan geen kophebs vinden. Helemaal niks. Misschien in Maurits zijn huisje in mijn eigen basis. Dat hij daar heeft gedaan. Maar ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat dat de situatie is. Maar voor de zekerheid gaan we toch eventjes kijken. Hallo, welkom in het huisje. Zou hier heel random kophebs zijn? Denk het niet, hè? Ja, dat zou ook wel heel apart zijn als hier dan wel kophebs zouden zijn. Ah joh, dan maar niet. Of dan ooit maar een keertje de volgende keer. Mijn idee hoe ik misschien Fred kan terughalen, jongens. Ik weet niet of ik dat mogelijk kan doen met zijn... Ja, zijn lab die hij hier beneden toen had gebouwd. Want we hebben natuurlijk de gevangenis hier. Die, ja, nu eigenlijk gewoon van mij is. Ik bedoel, ik weet niet hoe die hier is terechtgekomen, maar dit gedeelte hier is natuurlijk inmiddels leeg. Ik heb hier toen vastgezeten. Nou, prima. Maar dit kan ik dus gebruiken voor iets, of weet ik, voor iets willekeurigs. En we hebben natuurlijk dit gedeelte hier. Dit bedoelde ik, hier wilde ik het over hebben. Dit laboratorium hier beneden. Hier ben ik met Fred van lichaam gewisseld, maar mogelijk dat ik hier iets kan vinden, want hier, dit is waarschijnlijk de stroom of zo, gok ik. Ik weet het niet. Maar dat ik hier misschien Fred zijn... systeem ergens nog in vast zit. Misschien dat het in deze bol zit, het systeem. Het enige wat ik dan hoef te doen is een nieuw lichaam maken voor Fred. Mogelijk. Die, weet ik veel, hier plaatsen of zo. En that's it. Oh, wacht trouwens, jongens. Wacht. Oh, dit is letterlijk toevallig. Dit is echt alsof ik het, noem je het, expres bewust zo gedaan heb. Maar dit is serieus echt toevallig nu dat ik hier aan denk. Ik liep hier voordat ik wilde opnemen. En ik schrok me helemaal kapot. Want ik kwam de troonzaal in. En ik kijk zo. En ik zie daar, in het hoekie, zie ik nog één boze Fred. Oftewel nog één boze robot van Frederik. Ze zijn allemaal natuurlijk meegegaan naar de ruimte. Of weet ik voor hoe ze daarheen zijn gegaan. Al in de kerk geweest. Oh, god, het is van Rick. Ja, ik ben in de kerk geweest, Rick. Zo heb je achter de troon hier een bordje. Ja, het eerste. Het eerste bordje, ik wist het. Abonneer op Rick Force, we hebben hem gevonden. Het eerste bordje. Stomme Rick, jongen, echt waar. Oh, ik heb gewoon drie soorten bordjes trouwens. Maar, mijn punt. We hebben hier de robot natuurlijk. En wat nou als ik deze... Oh, dit komt zo goed uit. Wat nou als ik deze robot dus naar beneden breng en kijk of... Want ik heb al geprobeerd iets te doen, maar hij reageert nergens op. Maar probeer het systeem van Fred in hem te krijgen. Krijgt hij groene ogen? Prima, hebben we Fred terug. Zo niet, dan is het gewoon een lege, systeemloze robot. Maar hij komt er niet meer uit. Ik denk dat hij daarom nog hier zit. En dat is denk ik de reden. Ik weet het niet. Oh, maar we hebben het eerste bordje van Rick gevonden. Maar laat even in de reacties weten als jij een idee hebt hoe ik dat moet doen, jongens. Ik denk dat dat het beste idee is wat er is. Maar wie weet heb jij een beter idee. Volgende aflevering wil ik weer hier aan de slag gaan of Fred dus terugbrengen. Maar het ligt er helemaal aan of het een bouw of progressie of een leuk verhaalvideootje wordt. Weet ik voor wat het allemaal gaat zijn. In ieder geval, deze kar moet ik gaan benutten, want hier zit zo belachelijk veel steen in wat ik allemaal mag gebruiken. Of dat het van letterlijk van mij is. Maar ik wil hier weer aan de slag gaan volgende aflevering. Ik denk dat ik zelfs wil beginnen met het watergedeelte daar, want uiteindelijk wil ik hier een grote haven van maken. Terwijl er water niet echt van een logische plek kan komen. Maar dat maakt niet uit. Dat is een probleem voor in de toekomst. Dan is het een meer in plaats van dat het water een zee is. Voor nu gaan we deze video afsluiten, jongens. Er zat veel meer tijd in de begraafplaats dan ik dacht dat erin ging zitten. Ik hoopte dat ik eigenlijk meer kon doen naast alleen dit bouwen vandaag. Dat ik misschien wat meerdere dingen achter elkaar kon doen. Wat meerdere progressiedingetjes. Maar het is eigenlijk alleen bij de begraafplaats gebleven. Maar dat is niet erg. Hij is wel heel mooi geworden. Ik ben er wel heel tevreden mee. Voor nu, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren en of te liken. Ik zou zeggen, doe het allebei in plaats van één van de twee. Maar voor nu, kijk lekker deze video. Dit is het vorige content veendeel. Heb je hem nou gemist? Dan moet je hem gewoon even aanklikken en even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date met alles. Spreek je later, glaasje water, tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer.